We zijn met Toon Hendricks en die heeft op 2 en 3 maart leegverkoop. Toon, wat is er allemaal te zien hier? Ja, dat is mooi. In het kort leegverkoop, dat wil zeggen. We hebben het hele bedrijf verkocht uiteindelijk. We hebben hier zoveel spullen. Dat willen we gewoon de mensen aanbieden. En wie de prijs, de mensen mogen zelf de prijs bepalen. Sommige dingen zien wat duurder, maar weg is weg. Ja, weg is weg. Ik heb van alles. Grote dingen, kleine dingen. Hoe kunnen mensen betalen? De mensen kunnen gewoon rechtstreeks betalen via de PIN. Dat doen we niet. Dus rechtstreeks betalen, behalen en betalen. Ja, en dat geldt ook voor iets, iets duurder is, dat moet ook gewoon contant betaald worden? Ja, alles is gewoon betaald u denken. Dus wat dat betreft gewoon in overleg. En ik wil hier spullen gelijk weg hebben in 2 dagen. En iedereen kan er maar gelukkig mee zien. En er zitten ook een paar pronkstukjes bij? Ja, zeker zitten pronkstukken bij u denken. En ik moet dat nou het verhaal niet allemaal vertellen, want dat moet het interessant houden. Ja. Maar we hebben speciaal mensen die hobby's hebben gehad, activiteiten, je kunt niet denken. Dan liggen zo mooie dingen dat je zegt van, daar moeten we naartoe. Ja, nou, we gaan straks rondkijken, je loopt lekker wit. En dan kunnen we sommigen er even iets over zeggen. Ja, hier staat geweldig voor gereedschap. Iemand die de heel gereedschap, dat bord gelijk en enneke wil kopen, die kan het gelijk en enneke kopen. Ja. Hij heeft alles erop gedaan. Grote tangen, kleine tangen, gereedschap, dopsleutels, machines, boormachines, noem maar op. Ja. Lasserpraat? Lasserpraat zit er ook. Dan hebben we ook een 3-tal uiteindelijk wat dat betreft. Die hebben we ook nog. Ja, hier zien we eigenlijk allemaal die spijkerbroeken. En daar heeft Maria allemaal tassen van gemaakt, mutsjes van gemaakt. Die maakt van elk ding weer apart. Nooit dezelfde dingen. En dat was Maria zijn kunstwerk eigenlijk zo'n beetje. Ja. Ja. Hey, dit is een heel mooie poppentoon. Ja, hier zit geweldige troepen. Dat is ook Maria zijn hobby eigenlijk. Om al die poppen, die kleedjes zelf te maken. Gelijk en die aanpassend weer aan te trekken. Dus wat dat betreft is hartstikke mooi. Puur hobby. Ja, maar zien, er staan ook porseleinpoppen bij, hè? Dat is zo'n porseleinenpoppen bij die kostbaar zijn, maar we hebben gezet, we hoeven de hoofdprijs niet. Wat de mensen willen bieden, dat is het. Klaar. Ja, nog een mooi kinderwagentje. Ja, die historische kinderwagen van vroeger, die stond er ook nog van de jaren 50. En die mand waar ze vroeger achter op de fiets zetten, ja. Waar het kindje in lag uiteindelijk. Geweldig, dat is hartstikke mooi. Ja, ja. Ja, deze is ook heel leuk, hè? Ja, dit is geweldig. Ja, als je ziet, die poppen zo, allemaal spaarputjes. En allemaal verschillend, hè? Ja. Ja, hier was een verzamelaar. Die had hier opslag. En die had hier allemaal spaarputjes. Internationaal. Hier stonden er zo'n 300, 400. Stonden hier in alle vormen. Nou, hier zit een sigarendoos van Glabbeck. De kapper van Loon uiteindelijk. Dat is al, voor de oorlog was hij al kapper. En dan hebben we hier nog oude sigarendozen liggen. En dan die verkocht bij de kapperszaak ook sigaren en sigaretten. En het is geweldig om dit nog te zien. Ja. Hé, hey, wat hadden we voor de kinderen hier? Nou, voor de kinderen hebben we hier alle Playmobil, stickers, dozen vol. Het is geweldig. Ze kunnen zelf van alles bouwen. We hebben die autootjes, we hebben kraantjes, tractors. Voor de kinderen hebben we geweldig veel spullen. Eigenlijk veel te veel. Weg is weg, zeg ik uiteindelijk. Voor de kinderen is het interessant. Maar Lego, Duplo? Lego hebben we ook al erbij zitten. Huisjes bouwen. En ja, dit is echt allemaal speelgoed. Nog oude historische kanendozen van vroeger, die we hier ook nog helemaal hebben. Dus hier. Ja. Dat was vroeger iets. Ik heb er nog mee gespeeld. Hadden jullie vroeger mee gespeeld, weet je, ja, ook in de jaren 50, ja. 60. Die, ja, was dit maar een mooi vastschroeven. En dan was dat iets geweldigs. Ja. En nog eens dan wat kunststof en plastic. Wat Willem Mintje en Bernard. Allemaal hier echt voortzien die niemand had. De symfoons van rechtstreeks van Philips. Toen Philips een opening had gehad met een of ander bedrijf. Waar dus de koning en de koningin eigenlijk aanwezig waren. Hey, toen LP's, dat is nog wel liefhebbers, hè? Ja, LP's hebben geweldig. We hebben er nog zelfs van onder nummer. Geen foto's, maar nog zo oud zijn die al hier kunnen. Ik denk meer dan 1000 er hier staan. LP's? LP's, ja. Meer dan 1000. Ja, ja, geweldig. En er zijn nog, nou van die vele jaren 50 zien er nog tussen. Daar zit van alles tussen. Ik heb ze niet op volgorde leggen, nee. Maar dan moeten mensen zelf iets huren. Dreig je vroeger zoveel LP's dan? Ja, ik heb dat wel gedaan. En later werd er allemaal, ik zet ze helemaal neer bij Toon. Toon kan die misschien wel weer verkopen bij een of andere rommelmarkt. Ja, ja. Maar ja, die zien geweldig. Dit hebben we gewoon overgehouden. Ja.
Ja. Want je moet wel eens vertellen, een jaar of tien terug, dat was nog rondom de heide, waar, rondom de meter, hoe lang is dat geleden? Ja, dat is ook wel een jaar of tien geleden toen. Wel, ja, ik denk wel een jaar of 15 aan de hand. Ja, want je dat elke jaar had je let op met de buurt en Loon die rommelmeert, hè? Een jaarlijkse rommelmeert van rond de heide en ik was veilingmeester. Dus ja. Wat dat betreft, was elk jaar kwam er zo'n 800, 900 mensen op af. En dat was grandioos. We haaien bos in de tent, naar de kermis. Ja. Is er hier al nog een beetje van overgebleven, dan we spullen stiekem toen die kwestie geraakt en gezegd, nou laat hier maar liggen. Nee, want we rumden nou elke rommelmeert rumden wel het alles op. Ja. 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 Misschien even kleer toen. Ja, er zitten allemaal kleer, historische kleer, carnavalskleer, gala, combinatie pakken, jurken. Ja, alles. Hier hangt eigenlijk van alles door elkaar. Dus wat hebben we er, ja. Dit liep me ook interessant voor toneelvereniging, hè? Toneelverenigingen zitten hier ook veel tussen. Nu kwamen alle toneelverenigingen in de hele regio tot Nijmegen aan en toe kwam je ga je halen. Ja. Hey, Nettie, dit zagen we vroeger ook wel eens, hè? Ja, die zag ik zeker. Want toen ik klein was, in Veghel was er ook heel veel boerderijen in het buitengebied. Ja. En ik heb wel eens ooit gezien dat vrouwen die heel erg creatief waren, dat ze daar gingen schilderen. Dus ik vind het wel heel erg mooi eigenlijk. Toen zei je kon hem kopen, zei. Zei die daar? Ja. En we vroegen je voor. Toen we wat ervoor hebben. 25 euro. 25 euro zet hij. Toon kennende is een tientje nog goed, of niet? Oké. Oké, mooi, hè? Ja, ik vind hem erg. Toon komt er echt bij staan. Ik kom er echt zeer bij staan bij me. Toon, net die veel succes. Nou, aanstaande zaterdag en zondag met de verkoop. Ja, met alle spullen denk ik hoop dat ik een hoop kwijt kan worden. Hè? Ik hoop van wel, de mensen kregen de kans, maar zelf de prijs bepalen, dus weg is weg. Ja, wat vind je nou mooi? Wat ik mooi vind? Ja, ik kwam hier en ik denk er is zoveel rommel, maar Tony zei nee, dat zijn goederen. Ja. En daar ben ik het toch eigenlijk ook wel mee eens, want er staan heel veel mooie dingen bij. Ja. En ook stoeltjes van vroeger, hè, die keukenstoeltjes, dan denk ik, jeetje, Toon, ja. Maar ja, goed, in 42 jaar spaarden veel. Ja. Dus nou kunnen we ook veel verkopen. Ja, het is eigenlijk ook maar net wat een gekte van geest, of niet? Dat is meestal uiteindelijk, dat zien puur voor de liefhebbers. En voor de liefhebbers hebben we grandioos veel mooie spullen. Ja. En vertel nog eens wanneer het is. Er is aanstaande zaterdag en zondag 2 en 3 maart van 11 tot 5. Ja. En aan de Loonse Hei in Overloon. Juist, en contant betalen. En contant betalen, ja. Dat doen we niet, ja. Nee. Dat hebben we niet. Nee. Je bent super flexibel. Mensen betalen gewoon, dan zit er best vanaf. Ja, maar dat is ook zo, hè. Kijk, en als iemand hier komt en hier geen auto of wat dan ook, er is altijd de mouw aan te passen. Ja. Dus nee, daar komen we met z'n allen wel uit, denk ik. En wat je zegt, we hebben geen prijzen. We hebben een paar popjes waar de prijzen op staan. Ja. Want die zijn wel zo mooi. En kenners, die hebben ons daar getipt. Van, daar moeten toch echt wel... Ja, die porseleinpopjes. Ja, die porseleinpopjes. Die andere, dat is inderdaad wat de gekte vergift. Ja, precies, ja, precies. Hé, hey, je vond het leuk om hier even te mogen neuzen. Ja. Ik wens jullie veel succes komend weekend. En hopelijk gaat alles goed verlopen, hè? Dank je wel. Je hield naar de hand wel of het allemaal weg is. Ja, dat huren we zeker wel. Oké, dat was weer hier in Overloon. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Houdoe.